Body. Ik dacht, hij gaat die sniper raken. Yo gasten, welkom terug bij deze nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik een lekker potje solo spelen voor jullie. Het is al een lange tijd geleden dat we gewoon zo'n soort video maken. En zoals jullie zien speel ik vandaag met de Cobalt skin, als ik goed uitspreek. Dit is de skin van de nieuwe starter pack die 5 euro kost. Dan krijg je een volledige skin met een backbling en 600 V-bucks erbij. Dus ja, als je gewoon een goedkope skin wilt eigenlijk en ook nog 4 bucks, dan zou ik zeker altijd even de starter pack kopen. En de skin die momenteel in de starter pack zit, dat is deze skin. Ik zal hem zo ook maar even van voren laten zien. Is echt, echt ziek. Ik weet niet, ja. Ik vind het echt een hele dope skin. Dus ik ben heel blij dat ik de starter pack weer gekocht heb. En we gaan natuurlijk proberen om dit solo potje gewoon te winnen zoals altijd. En voor de mensen die het altijd vragen in de livestreams van wat zijn mijn settings. Ik ga daar nu één keer duidelijk antwoord op geven. Ik kan jullie mijn settings wel geven, maar ik zeg je nu al, je hebt er helemaal niks aan. Want ik speel, ja, anders dan de meeste mensen spelen. Dus daarom werken die settings heel fijn voor mij. Maar voor jullie werken die dan misschien wat minder fijn. Dus zorg gewoon dat je je eigen keybinds vindt, wat goed voor jou werkt. Je eigen sensitivity. Het ligt er ook aan wat voor muismat je hebt, hoe groot je muismat is. Zo, dat kwam er makkelijk uit. Dus regel dat voor jezelf. Het kost gewoon even tijd om de perfecte settings voor jou te vinden. En zoals jullie zien speel ik op dit moment op stretched. Ik speel 1600 bij 1080. En het komt omdat ik op stretched gewoon echt beter speel. Dus laten jullie alsjeblieft even achter in de comments of jullie dit echt verschrikkelijk vinden om naar te kijken. Of dat jullie het eigenlijk wel prima vinden. Want dan weet ik of ik dit kan houden. Of dat ik voor video's sowieso terug naar native moet. En dat is het eigenlijk. En vergeet natuurlijk ook niet gelijk te liken als je toch bezig bent. Laten we gaan voor de 125 likes. Want de likes zijn echt insane de laatste tijd. Dus dat moet zeker wel mogelijk zijn. En dan denk ik dat we wel gewoon genoeg geluld hebben. En even chill kunnen gaan concentreren. Om proberen deze kills op te pakken. Maar dat moet wel goed komen. Denk ik. Yo. Oké, dat was... Oké, niemand heeft dat gezien. Doe ik het weer? Moet ik hier? Nee, moet ik niet hier gaan staan. Oké, heel soepel jongens. Oh, there you go, minis. Kunnen we zo gaan pushen? Oh. Ze hebben ook iets met de graphics gedaan voor Fortnite trouwens. Ik heb alles op low staan en mijn view distance of far. Zo krijg ik de lichtste game namelijk. Maar alsnog zijn mijn chesten soms gewoon... Ik weet niet, ze hebben zo'n goede particle of zo. Maar nu wordt het even luisteren. Auwe. Oh mijn god. Ik ben zo blij dat hij niet schoot. What the fuck, ouwe. Mijn materials waren op. Maar dat had ik even niet door. Dus ik wilde de hele tijd blijven bouwen. Even kijken. Twee bigs kunnen we innemen. Laten we deze ook even gelijk. Nice. Eerste kill is binnen. Wow, yo. Als hij daar eerder schoot, hij had mij sowieso. Want hij had een sterkere pump. En ik schoot volgens mij eerder dan hem de eerste keer. Dus hij had... Oh nee, ik kon sowieso eerder schieten. Want ik had mijn eerste shot al eerder geschoten. Heel ingewikkeld allemaal, maar ik heb hem in ieder geval gekilled. Daar gaat het om. Staat hier nog wat leuks? Oh, Rift to go. Nou oké, dat vind ik wel leuk. Kunnen voor de rest gewoon even chill gaan farmen. En dan daarna goede fights aangaan. Ik weet trouwens niet hoe lang deze starter pack er al in zit. Maar ik keek net in de shop waar je dus gewoon je V-bucks kan kopen. Toen zag ik die starter pack staan. Maar volgens mij zit er gewoon al best wel lang in. En zie ik het nu pas. Maar ik heb deze skin sowieso nog nooit echt vaak gezien. Als ik eerlijk ben. Eigenlijk heb ik deze skin nog nooit gezien. Maar ja, ik weet niet. Het kan ook gewoon dat ik fucking schil ben. Oh my god.
Die loopt mij te snijpen. Oude gekkerd. Oh my god, hit your shots. Thanks. Holy shit, mag ik editen? Dankjewel. God damn. Ik kon gewoon niks hitten ofzo. Is dat alles wat ik mee wil nemen? Ja, prima. Zijn we ook gelijk van die gozer met die airplane af. Ik weet niet wat zijn plan was, maar was niet heel slim om te doen. Oh, ik heb koude handen de laatste tijd, jongens. Ik kan echt niet spelen elke keer. Dat is irritant. Ik vind deze combo trouwens wel ziek. Het zou ook wel ziek zijn met een backbling, maar... Ja, ik weet niet. Een backbling zit altijd een beetje in de weg. Stinker chill als je geen backbling aan hebt staan. Wow, yo, ik heb best een goede loadout. Ik zie het nu pas. Alles epic. Goede wapens. Rift. Minis. Goede HP. Steady weer, steady. Materials zijn oké op zich. Kan wel een feit aangaan. En de map is ook weer een beetje aan het... ontdooien of zo. Dus al een deel van de map is alweer helemaal groen. Dat vind ik echt super chill. Ik vind dat doordat... door die sneeuwloop vind ik echt irritant om te kijken ook. Veel tien keer chillen als het gewoon helemaal groen is. Maar hé, het is bijna voorbij alweer, dus dat is mooi. Laten we mijn rip gaan gebruiken. We zitten niet in een scrim match, dus ik wil die ook niet de hele... Oh, dit! De hele match bij me houden. Wow, dat was niet zo heel slim, ik zeg je eerlijk. Dat was niet zo heel slim. Wat heb jij nog meer voor mij? Een SMG. Als ik SMG heb, dan kan ik deze wel pakken. Met deze kan ik niet echt spammen, hè? Die SMG wel. Dus we're good to go. Lekker killertje er weer bij. Dat is een beetje gratis kill, eigenlijk. Dat nog geen airplane. Nee, airplanes zijn al weg. Maar we zitten toch in zone, dus no problems. Ik merk wel de laatste tijd dat de games moeilijker zijn geworden. Je merkt gewoon dat iedereen beter wordt. En dat het lastig wordt om... lastig. Er zitten gewoon meer mensen in endgame. Er zitten gewoon meer tryhards, I don't know. Of ik word gewoon slechter, dat kan ook, maar ik weet niet. Op een of andere manier heb ik wel dat ik altijd betere mensen tegenkom. Er zitten nog steeds mensen in die echt gewoon niks kunnen. Maar het is wel minder. Voor mijn gevoel dan. Oh, die. Ik dacht, hij gaat die snipe raken. Good morning. Oh, dat was een lekkere play, jongens. Dat was een goede play. Waarom moet het nou weer geterpard worden door zijn andere gozer?
Auwe. Deze gozer is de enige die wat kan. Oh mijn god. Wat speelde ik dat dom uit, jongens. Natuurlijk komt hij nu. Een campfire. Oh, ik heb er drie. Wat de fuck? Oh, je kan niet meer lopen in dat midden. Je kan niet meer in die campfire lopen. Zie je dat? Dat is zo irritant. Je glitst een soort van in je one by one gewoon. Oh, fuck. Hij heeft een heavy. Watch out. He's trying to replace the wall, boys. Woo! Die! Oh, die campfire is zo fucking irritant in het midden eigenlijk. No. It doesn't work like that. Give me this shit, boy. Lap skin, ouwe. Wel geluk met de cirkel gehad, hoor. Dat ik elke keer in een cirkel zat. Holy shit. Even kijken, campfire neergooien, yes. Oké, 7 kills, 8 man alive, we leven nog. Er waren even wat heftige fights hier, maar we're good, good to go. Oh, we worden verkouden, jongens. Wie heeft nog meer een beetje griep? Griepie is weer een beetje aanwezig. Let's go. Zo slecht gespeeld, jongens. Fuck, en hij heeft ook veel minis, ouwe. This may be the end. Kom op, mis je shots niet, Guus. Dan zit je goed. Als ik mijn shots niet mis, dan ben ik... Oh. Oh mijn god, dit bedoel ik nou. Als ik mijn shots niet mis. En wat doe ik? Oh mijn god, are you kidding me? Ik mis al mijn shots. Er komt nu gewoon nog iemand.
Peefjes niet nog een tryhard. Oh my god. Fucked up, jongens. En dan moet ik straks gaan rennen voor de cirkel. Ik speel dat echt slecht uit. Oh mijn god. Ben ik aan het doen, jongens? Nee, fuck. Wow. Ik speel zo slecht? What the fuck? Ik speel zo slecht? Hoe dan, ouwe? Oh my god. Nog twee man. Oh mijn god, ouwe. What the fuck. Ik miste zoveel shots op die guys. Mijn edits klopten niet. Niks lukte gewoon. Oh, koude handen. It's 1v1. Tegen één gekke Chinese gozer of zo. Oh, fuck. Can't fucking build. I can't fucking build. Oh my god. Zit hij daar nou niet? Zit hij niet in die bush? Oh, jongens, sorry. Oh, zo ziek, jongen. Ik zweer, het lijkt alsof het zit toch in die bush daar, of niet? Niet? Oh, joh, dat leek er zo erg op. Ik zeg je eerlijk, waar zit deze gozer? Achter een steen of zo.
Boys. Oh mijn god. Ik heb deze zo slecht uitgespeeld. Dat is echt niet normaal. Wat? What the fuck, ouwe. Hoe heb ik deze nog gewonnen? GG's, jongens. Zo, what the fuck. GG's, jongens. 9 kills kunnen winnen in deze solo game. Ik ga nog even de skin laten zien van voren. Kijk. Dit is hem. Dan zien jullie ook gelijk mijn level. Ik ben level 80 momenteel. Maar nee, ik zeg je eerlijk. Ik vind het echt een hele dope skin. En blijkbaar werkt hij ook net goed. Want we hebben onze eerste game gelijk kunnen winnen. Dus jongens, bedankt allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie meer van dit soort potjes willen zien. Dus gewoon normale solo gameplays. Zeg dat dan. Laat het achter in de comments. En doe natuurlijk een likeje. Laten we gaan, zoals ik al zei, voor 125 likes. En dat was dit dan voor vandaag, jongens. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer natuurlijk weer bij een nieuwe video of livestream. Bedankt voor het kijken. Later.